Toen ben ik naar hem toe gegaan. Ik zei, we moeten hier weg, want de boot kan exploderen. Een aangelegde plezierboot in de Lindenberghaven in Nijmegen ging vrijdagochtend in vlammen op. De boot was eigendom van een Duitse man. Een vriend van de man kwam net aanlopen en trof een rokende boot aan. Hij zou naar Amsterdam gaan. Ik wou nog goeiedag zeggen. En dus keek als je al weg was. En opeens zag ik een klein beetje rook. Dus ik dacht, hier is iets aan de hand. Dus ik ben naar beneden gefietst. Ik had gefietst, ik heb fiets neergezet. En ben ik naar hem toe gegaan. Ik zei, we moeten hier weg, want de boot kan exploderen. En daarvoor was er een kleine explosie. Dus ze hebben weggetrokken, meegenomen zeg maar, met de hond. Die hond heb ik gelijk gepakt. En ze hebben zeg maar, weg van de boot gegaan. Daarna hoorde weer een explosie. De brandweer rukte al snel uit om de boot te blussen. En ook een blusboot werd daarbij ingezet. Van de boot stegen grote vlammen en een dikke rookpluim op. David was toen al aanwezig. Nog een paar andere mensen hebben deze kant gehaald, zeg maar. En die andere boot daarnaast hebben ook van die boot verwijderd. En toen heb ik gezegd, nou, we kunnen beter hier gestaan. Dan kwam de rest, al die andere mensen en de brandweer. En we hebben gekeken als alles hem goed ging. Ik ging met hem goed tussen haakjes. Ik weet niet wat er binnen aan de hand is natuurlijk. En toen hebben we de hond mee naar de brandweerauto genomen. Om die hand ook de blus af te koelen. De baas wil hier blijven, ja, hij zei er is niks aan de hand. Maar er was wel wat aan de hand natuurlijk. En dus iets meegenomen in het ziekenhuis. Ondanks het afbranden van zijn boot maakte de Duitse man zich vooral druk over zijn hond. Ook hierbij heeft David zijn vriend kunnen helpen. Straks als die vriend van mij terug is. En die maakt zich zorgen om de hond natuurlijk. En ik zeg, het komt goed met de hond. En als je straks terug is, neem ik hem mee naar de dierenambulance. Waar nu die hond is. En dan kunnen ze weer bij elkaar verenigen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.